Carlien, je verliest hier uit bij Amsterdam de topper met 1-0. Terugkijkt op de wedstrijd, ja, hoe heb jij hem ervaren? Ik vond het op zich wel een mooie wedstrijd. Een leuke wedstrijd om te spelen. Ik denk dat de fase waren waarin zij echt sterker waren, vooral de eerste helft. En ik vond ook wel fase dat wij beter speelden. En zeker, zij op het laatste moet zij de 1-0 natuurlijk verdedigen. En wij hebben eigenlijk alles te winnen. Dus dan ga je er vol voor. Dan merk je wel dat we wat kansen krijgen. Corners afdingen alleen. Het is denk ik nog niet helemaal waar we willen zijn met Sticht op dit moment. Ik zei net ook al voor Ziggo dat we zijn niet. We zijn gewoon een beetje in een fase waar het wat minder gaat. Dat mag best gezegd worden, dat weten we allemaal wel. Dat het zo is, alleen we moeten daar gewoon zien uit te komen. Ja, een fase waarin het wat minder gaat. Hè. Het is nog de openingsfase van de competitie. Hè. We zijn 6 wedstrijden onderweg, daarvan nu 3 verloren. Ja, je zegt het al, je bent zoekende dan? Wat scheelt er nog aan dan? Nou, het is gewoon een beetje onregelmatig. Weet je. Het is af en toe dat de basis wat mist. En dan schieten we heel erg naar links en heel erg naar rechts. In plaats van dat we eigenlijk vanuit gewoon simpel pasen spelen, daarin aanvallen gaan zoeken, elkaar gaan zoeken. Maar ik vond wel dat we dat vandaag beter hebben gedaan. Zeker als je het mee vergelijkt met een andere topper tegen Laren bijvoorbeeld. Tegen Laren deden we gewoon vrij weinig goed, om eerlijk te zijn. Laren wint daar echt verdiend. En ik vond vandaag dat we wel meer ons spel hebben laten zien waar we in ieder geval op vooruit kunnen. Ja, je kunt erop vooruit. Veel corners ook weer vandaag. Ja. Volgens mij 9 telde ik er. Dat is dan wel balen. Dat dan daar vandaan, hè, als het dan even niet loopt, dat je ze dan daar ook niet maakt. Nee, dit is misschien op alle vlakken dat het dus even niet loopt. Dat de corner ook niet helemaal. Er werd een aantal keer goed uitgelopen. Dus het is aan alle kanten dus een beetje dat het niet helemaal goed gaat. Maar het is ook weer een uitdaging. Weet je. Aan de andere kant denk ik, we hebben 1 wedstrijd hadden we niet mogen verliezen, was tegen HDM, vind ik. Want het papier moet je openen ze wel. Precies, ja, die moet je gewoon winnen. Zo simpel is het, want je bent beter dan HDM. En tegen de topwedstrijden, ja, weet je, in principe zou je die kunnen verliezen. Het is wel lekker voor het gevoel als je een topwedstrijd wint. Maar ik denk dat we het gewoon even zo moeten zien. Dit is waar we nu staan. En het is op dit moment niet goed genoeg, dat weten we zelf ook. Maar we hebben nog lang. Ja, wat zegt Tine dan, hè, na afloop van de wedstrijd? Legt ze dan de nadruk op het goede spel, hè, waar wat bij Vlagen dan wel hoop geeft, vertrouwen geeft? Ja, wel, want ik denk dat we dingen hadden afgesproken die we vandaag wel echt hebben gedaan. En dat is gewoon heel erg goed. Vanuit daar moeten we gewoon verder. We maken kleine afspraken en die moeten we gewoon doen. En vanuit daar is het iedere week een stap verder. Het is 1-0 en het was uiteindelijk nog spannend. Wat je zegt, 9 corners. Het is niet dat we hier dik af zijn gegaan. Maar het moet beter en daar gaan we weer voor. We'll be right back.